is allerlei beeldmateriaal. Ik denk dat het misschien het handigste is om eerst maar eens te kijken naar wat er op die beelden te zien is. Maar u heeft deel uitgemaakt van die groep en Nee, laat mij nu uitpraten. Want zo is het naar mijn oordeel wel, van die groep op het Museumplein. En die groep was één grote groep met ongetwijfeld subgroepjes. En, maar als geheel was het een groep die niet wegging nadat het noodbevel was gegeven. Het noodbevel is gegeven op allerlei verschillende manieren, via allerlei luidsprekers. We hebben verschillende procesverbaal waarin wordt gezegd het is ondanks het gejoel te horen. En bovendien is het ook zo dat als er nou zo ontzettend gejoeld wordt, ja, dat zou ook een manier zijn om een bevel dan niet te willen horen. Het was duidelijk dat toen de ME aankwam dat het de bedoeling was dat het Museumplein werd ontruimd. En dat moet voor u ook duidelijk geweest zijn. Vervolgens zegt u, ik ben ook weggegaan, ik wilde ook weggaan. Nou, dat spreken de processen verbaal en wat mij betreft ook de beelden tegen. Nee. U ging niet in de richting van de uitgang. U ging in de richting van de paarden. U heeft voor de paarden gestaan. U heeft uw handen opgeheven. U bent mogelijk daar geslapen. Dat lijkt in elk geval op uw rugzak en op uw arm te zijn gebeurd. U zegt zelf op uw hoofd. Dat heb ik niet kunnen constateren. En vervolgens gaat u desondanks weer terug naar de lier in de groep mensen die we ook hebben gezien op de beelden. En heft u uw voet op richting de ME. En dan kan ik niet anders concluderen dan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging. Door zelf die handelingen te verrichten en deel uit te maken van die groep. En dan hoeft u zeker niet al die afzonderlijke handelingen te hebben gedaan, maar u heeft daar dus wel aan bijgedragen. Dus ik vind beide feiten wettig en overtuigend bewezen. En dus feit 2, het niet voldoen aan het noodbevel ook in vereniging met al die andere mensen die zich daar even minder.